Eagles dat met de eerste overwinning van dit seizoen op zak, vorige week op eigen terrein, nu op zoek gaat naar de eerste zege in een uitduel. De eerste mogelijkheid van afstand is voor Eagles. Het is de 20e minuut. Langendijk probeert het en Langendijk is succesvol. Het staat 0-1 in Os in een beginfase waarin de thuisploeg zeker zo sterk is als de tegenstander uit Deventer. Maar Eagles blijkt vanavond gewoon buitengewoon efficiënt te zijn. Wat dacht u van deze pas van Beltrame? Prachtig door het midden in de voeten bij Hendricks. Het gebeurt in de 42e minuut en Hendricks verdubbelt niet alleen de voorsprong. Hij brengt zijn totaal dit seizoen op 7 goals. Sam Hendricks. Naast hem voorin overigens de man die daar ook vorige week speelde, Werkhoven. 2 minuten na rust krijgt Eagles een strafschop en krijgt Hendricks de gelegenheid voor zijn 8e. En ook die verdwijnt onberispelijk achter doelman Moes. En zo mag Os voetballend bijblijven bij Eagles. Qua goals loopt dit duel voor de thuisclub ernstig uit de hand. Dit is 0-4, de 6e minuut na rust. En deze komt op naam van Werkhoven. Vorige week zijn basisdebuut. Uiteraard liet Flemings na de winst vorige week dit elftal staan. En dat blijkt uitermate succesvol. De thuisclub mag iets terugdoen. Vanaf de penaltystip 1-4 via Kamachi. Speelt in een iets andere positie in Oost dan in de voorgaande seizoenen. Is ook al succesvol geweest dit seizoen. Maar komt er voor wat betreft de goals vanavond ook niet aan te pas. Dan zitten we inmiddels in de slotfase. Joey Suk. Beide ploegen hebben gewisseld. Bij Eagles onder meer Maneschijn in het elftal gekomen. En het wordt 1-5. Via, jawel, Maneschijn. En nog is de doelpuntenhonger van Eagles niet gestild. We zitten inmiddels 6 minuten voor tijd. Uiteraard laat Os ruimte aan Eagles. De eerste inzet van Hendricks wordt nog gestopt. Maar de tweede van Suk is wel succesvol. Na de eerste overwinning thuis vorige week nu de eerste uitzege voor Eagles deze week 1-6 in Os.